Sinds 2010 worden meisjes gevaccineerd tegen HPV. Nu krijgen ook jongens de kans om zich te beschermen. We hebben contact met Maria van der Zee van de GGD in Flevoland. Mevrouw van der Zee, goedemiddag. Goedemiddag. Zou u eerst uit kunnen leggen wat HPV is? Ja, HPV staat voor humaan papillomavirus. En dat is een virus dat voor kan komen op de slijmvliezen van de baarmoederhals, maar ook van geslachtsorganen of de mond- en keelholte. En het is een veel voorkomend virus. Sommige typen HPV kunnen ook zorgen voor kanker. Ja, meisjes die konden zich al jaren laten vaccineren, maar nu ook jongens. Hoe komt dat? Klopt. De meest voorkomende HPV-gerelateerde kanker is baarmoederhalskanker. Dus dat is ook waar we de vaccinatie voorheen voornamelijk van kenden. Maar het virus kan ook andere vormen van kanker veroorzaken. En dat is bij mannen bijvoorbeeld kanker rondom de geslachtsorganen of in de mond- en keelholte. Dus dat is ook de reden dat we ook nu zijn gestart met het vaccineren van jongens. Ja. En waarom moeten de kinderen zich vanaf 10 jaar laten vaccineren? En waarom niet bijvoorbeeld vanaf 18 pas? Ja. Dat is ook een goede vraag. Toen we de campagne startten, begonnen we inderdaad met meisjes vaccineren vanaf 13 jaar. Omdat toen nog niet helemaal bekend was hoe lang de vaccinatie precies werkzaam zou zijn. Nu weten we inmiddels dat die werkzaamheid lang is. Langer dan 10 jaar ben je beschermd. Dus vandaar dat we nu de leeftijd hebben verlaagd naar 10 jaar. Omdat je graag wil dat jongeren gevaccineerd zijn voordat ze met het virus in aanraking komen. En de GGD is gestart met de vaccinaties in Emmeloord. Wanneer komen de andere Flevolandse gemeenten aan de beurt? Vandaag zijn we aan het vaccineren in Dronten. En in zowel Emmeloord als Dronten zal deze week en volgende week nog gevaccineerd worden. En verder starten we eigenlijk op binnen alle andere gemeenten de komende weken. Zo vaccineren we bijvoorbeeld in Lelystad half maart. En in Zeewolde en Almere starten we eind maart. En op Urk zullen we ook volgende week beginnen. En krijgt de doelgroep dan een uitnodiging of hoe gaat dat? Ja, ze krijgen inderdaad een uitnodiging via het RIVM. Er zit ook een inhaalcampagne bij. Hè, dus de leeftijd is nu standaard verlaagd naar 10 jaar. Maar er zijn ook diverse cohorten die ook worden uitgenodigd. En dat is zowel dit jaar als volgend jaar. En de cohorten die uitgenodigd worden ontvangen dus allemaal een persoonlijke uitnodiging daarvoor. Ja, de campagne die bestaat dus uit het feit dat iedereen vanaf 10 jaar, jongens en meisjes, dus opgeroepen wordt om die vaccinatie te halen. Hoe lang gaat die campagne duren? Die campagne die is dit jaar, we zijn dus nu bezig met de eerste rondes. Ben je onder de 15 jaar, dan krijg je in het najaar, dus in oktober of november, nog een oproep voor je tweede vaccinatie. Ben je boven de vaccinatie of boven de 15 jaar, dan moet je 3 vaccinaties krijgen. Dus dan krijg je volgende maand de tweede en in het najaar de derde. En dan doen we volgend jaar dus weer ditzelfde voor de andere groepen. Komt het eigenlijk heel vaak voor bij jongens dan? Dat er nu ook opgeroepen wordt van we moeten nu toch ook gaan vaccineren bij jongens? Ja, ik weet niet de precieze cijfers, maar dat is wel een van de redenen dat we daar dus nu mee gestart zijn. Omdat het dus, ze zien ook meer HPV-gerelateerde kanker bij mannen voorkomen. Ja, heeft het nog zin eigenlijk om op latere leeftijd alsnog zo'n HPV-vaccinatie te halen? Ja, zeker. Dus het is altijd goed om op latere leeftijd, hè, mocht je die gemist hebben, om die nog in te halen. Dat kan bij ons tot 18 jaar. Dus wil je op een later moment dat nog doen, dan raden we dat zeker aan. En dat is ook de reden dat dus nu alle andere leeftijdsgroepen ook meegenomen worden. Dus dit jaar en volgend jaar worden eigenlijk alle kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar opgeroepen die nog geen HPV-vaccinatie gehad hebben. Ja, maar ik bedoel echt volwassen mannen. Ik bedoel, stel wij hier, Arnoud en ik, bedoel 45 en 55. Heeft dat nog zin? Want wij hebben dat natuurlijk vroeger nooit gehad. Ja, nou dat durf ik niet helemaal precies te zeggen. Okay. Mochten mensen daar vragen over hebben, kunnen ze het best contact opnemen met onze AGZ-afdeling. Want die houden zich met die doelgroepen meer bezig. En de vaccinaties zijn kosteloos? De afgeschreven doelgroep. Binnen het Rijk Vaccinatieprogramma zijn de vaccinaties inderdaad kosteloos. Dus tot 18 jaar. Ja, precies. Okay. Maria van der Zee van de GGD, dankjewel.